Benny bij De Libraille, een van de beste restaurants ter wereld. En nou zou je denken, hier serveren ze ook de beste gerechten ter wereld. Argentijnse steaks, Franse kaas, Noorse zalm. Maar vandaag maken ze alleen maar producten uit het Vechtdal. Ik heb een schort gekregen en ga eens even binnenkijken. Wat zijn we precies aan het doen hier? We zijn de ongehutste pot aan het koken. Dat is eigenlijk een workshop bij de Libraille, bij Libraille's Atelier. En die is ontstaan vanuit een project, Verrukkelijk Vechtdal heet dat. En wat wij hier dan vandaag doen is met een groep van mensen ook koken met producten uit de streek. Hoe heeft deze koe nou uitgezien? Kunt u zich dat herinneren? Dit is van een brandrode rund. Die lopen bij de vechten omen. Kalfjes blijven bij de koe lopen tot een maand of zeven. En die lopen naar het zomerwinter buiten. Echt puur natuur. Zijn jullie nou eerst met het makkelijkste klusje begonnen? Ja, moest van de kok hoor. Oh, jullie dachten niet van die schelpen gaan we eens even flinken. Ja, doen we straks samen, hebben ze gezegd. Dan gaat ze wel heel voorzichtig aan toe met die... Als ik gewaarschuwd word... Als ik gewaarschuwd word dat ze vlijm scherp zijn, dan moet je wel. Het lijken al gurken, maar dit zijn courgettes, hè? Dit zijn hele kleine courgettes. Nou, dat ze zo klein zijn, dat is een vereiste van de Libraille. Maar dat ze zo lekker smaken, dat is dat ik al 20 jaar lang zeg maar niet anders als oerwater gebruik. Ouderwetse meststoffen zoals zeeschelpenkalk. En dat zorgt ervoor dat je grond weer langzaam in conditie komt. Kijk, als je er niks goeds instopt, kun je er ook niks goeds uithalen. Hier ligt jouw koe, hè? Zou zomaar kunnen, ja. Nou ja, weet je, het brandrode Vechtalrund, dat is een koe die dus aan de horeca wordt geleverd hier in het Vechtal. Ze lopen nabij Ommen in de buurtschap Arjen aan de rivier de Vecht, jaar rond buiten. Dus alle vierde seizoenen hebben ze gras onder de voeten en dat is staatsbosgebied. Dus puur natuurgras. Dus ze kunnen kiezen waar ze willen zijn. Ze hebben een eigen programma van de dag. En zij mogen met elkaar samen als één familie daar het hele jaar buiten leven. Wat maakt die Vechtalproducten nou zo bijzonder? Vooral vind ik de smaak en de identiteit die het aan de Vechtdal geeft, dat is juist leuk. En ook zoals een Eve en gewoon de mensen die erachter zitten, die maken voor mij ook het verhaal compleet en bijzonder. En die er zoveel tijd en energie in steken dat je er zo'n mooi product voor terugkrijgt. Kijk, en dan komt nu dus echt het allerbelangrijkste van de dag. Wat is het, Jan? Het is het voorgerecht wat vandaag bereid is met producten uit Vechtdal. Ik ga helemaal van kwijlen en ik ga het ook lekker opeten. Dankjewel. Graag gedaan, geniet ervan. Dit lijkt me echt heerlijk. Eet smakelijk.